Fabeltjesland. En lees je ons dan voor uit de Fabeltjeskrant. Ja, ja, uit de Fabeltjeskrant. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld. Echt waar? Echt waar? Echt waar, meneer de uil? Want dieren zijn precies als mensen, met dezelfde mensen wensen en dezelfde mensen streken. Dat komt allemaal in de krant van Fabeltjesland. Van Fabeltjesland. Jullie begrijpt wel, lieve kijkbuiskinderen, dat de Fabeltjeskrant van vandaag vol staat met berichten over het huwelijk van Meindert het paard en Zaza Zebra dat morgen zal plaatsvinden. Een belangrijke gebeurtenis in ons grote dierenbos. Jawel, laten wij kijken wat er gaande is. Ik hoop, Chico, dat je helemaal klaar bent voor het grote bruiloftsmaal van morgen. Ah, wat geet. Het wordt de grootste paella die ik ooit heb gemaakt. Een vorstelijke paella met alles er aan, erop en erin. Ja, ik weet niet wat een paella is, maar als jij het zegt, dan zal het wel goed zijn, hoor. Ah, een paella is een rijstgerecht met alles erin. Daar zit in... Ja, laat maar, bosmeester. Of... Ik geloof het. Het ging er mij alleen maar om te weten of alles geregeld is voor morgen. Nou en goed, de allergrootste paella-pan heb ik al klaarstaan. Helemaal schoon geschuurd. Dank je, Chico. Ik ga nu naar Mr. Marabou. Mr. Marabou, lieve kinderen, was echter bij de gebroeders Bever om over zijn telraam te praten. Wij hopen dat dit zo goed is. Ja, het was even aanpoten, maar het is gelukt. Kijk, 1 en 1 is 2. 2 en 2 is 4. Ja, laat nou meneer Marabou even wat zeggen, Willem. Ik vind dit een uitstekend telraam. Nou, zie je nou wel, Eduard? Maar wat, Mr. Marabou? Dit moet nog ergens op, als dat kan. Waarop? Een soort van verhoging. Zeg maar, een lessenaar. Ah, ik snap het. Ik zie het nou voor me. Een soortement van standaard met een schuin bovenblad. Zoals vroeger op school werd gebruikt door de juffrouw en de meester. Ja, Willem, hou nou even je mond. Maar meneer Willem begrijpt wel wat ik bedoel. Alsjeblieft, Eduard. Nou, dan zullen we dat alsnog snel maken. Dat zou heel prachtig wees. Ook in het huis van juffrouw Ooievaar werd het aanstaande huwelijk van dokter Zebra en dokter Meindert druk besproken. Moet je nou je vuurpijlen niet terug gaan halen bij de gebroeders Bever, Woeftram? Morgen is het zover, dan wordt er getrouwd. Het spijt mij, genadige vrouwen, maar ik heb er toch maar van afgezien. Ervan? Om vuurwerk af te steken? Ja, sinds ik weet dat die kunstooievaar van Marabou, om uw eigen woorden te gebruiken, dat huwelijk zal voltrekken, heb ik geen zin meer in vuurwerk. Nou ja, het is jouw vuurwerk. Ik ben niet op dat idee gekomen. Maar wat dat woord kunstooievaar voor Mr. Marabou betreft, dat was een fout van me. Hij is veel aardiger en wijzer dan ik dacht. Vergeef me, mevrouw, als ik u daarin gekwetst mocht hebben, maar hij blijft voor mij een vreemde. En dan nu, lieve kinderen, naar het hospitaal aan de vooravond van de grote gebeurtenis. Dokje, Soef de Haas wil naar huis en zijn brandblusser terug. Ja, dan nou laat er maar gaan, Mira, met brandblusser. In. Meindert, is alles geregeld. Alles, lieve Zaza. Morgen kunnen wij trouwen. En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En, denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.